Dames en heren, Sporters TV deze donderdagavond weer present bij de training van het eerste elftal. En we praten ditmaal eens met de stille krachten achter het elftal. Vaak zijn die mensen die zijn onzichtbaar. De meeste supporters weten niet wat deze mannen doen. Maar we praten vanavond met Johan van Wij en met Peter Kats, de elftalleiders van Sporters 46. Mannen, elftalleider. Johan, wat houdt het allemaal in? Wat houdt het allemaal in? Ja. Yeah. Een stukje zorg voor de mannen, hè? En ja, zorgen voor de kleding, alles eromheen eigenlijk een beetje. Alles eromheen is heel rekbaar natuurlijk. Ja. Peter, wat kunnen we daar onder een beetje onder verstaan? Inderdaad, ervoor zorgen dat de kleding voor de jongens klaar ligt. Dat de inloopjes klaar liggen. Eigenlijk dat alles voor de jongens geregeld wordt voor de wedstrijd. Houdt het ook in de rust, zorgen dat thee er is, limonade er is, in de bus, jullie gaan met de bus naar uitwedstrijden neem ik aan, wat moet daar allemaal voor gebeuren? In de bus zorgen we inderdaad voor water en voor na de wedstrijd de verfrissingen, zoals frisdrank en af en toe een biertje. En de broodjes voor de wedstrijd. Hoe lang doe je dit al, Peter? Ik doe dit nu een jaar, één seizoen. Johan, jij doet het heel langer, neem ik aan. Ook voor het Sporters 2 heb jij dit gedaan? Ik ben begonnen bij derde, zeg maar, met Maurice. Ik denk dat dat al jaar 13 is, denk ik. Toch, al met al. Derde, toen tweede. Nou, derde seizoen het eerste. Het wedstrijdformulier, valt dat ook onder jullie rekening? Ja, dat doe ik meestal dan. Daar is nou al heel het een en ander veranderd daarin in een rap tempo. Kun je een beetje aangeven wat er dit jaar gaat veranderen? Ja, dit jaar is alles op de telefoon eigenlijk, zeg maar. En, ja, hoe gaat het in zijn werk? Door de week begin je daar al mee? Nou, nee. Ik kijk er wel naar, maar zolang ik geen opstelling weet, dan kan ik er eigenlijk niet zoveel mee doen eigenlijk. Dus dat gaat meestal vrijdagavond, vrijdagochtend, dan hoor ik dat. En dan kan ik alles invullen, zeg maar, op de telefoon. En dan? En dan zaterdags kan ik eigenlijk pas goedkeuring geven. Wachten eerst netjes af of er nog wissels zijn, blessures en alles, zeg maar. En dan vul ik het in en dan wordt het verstuurd naar de scheidsrechter. Gebeurt dat voor de wedstrijd al of ja, tijdens de wedstrijd? Nee, net voor de wedstrijd, zeg maar. In het hok van de scheidsrechter of in de bestuurskamer? Nee, in de bestuurskamer. Ja. En dan de scheidsrechter die gaat meestal dan mee. De kleedkamer is wel verschillend hoe of wat, wie dat doet. En dan controleren ze de pasfoto's, zeg maar, in de kleedkamer. Peter, hoe beleven jullie een wedstrijd als elftalleiders? Zitten jullie ook op de bank? Hoe gaat het? Ja, wij zitten ook op de bank. We verzorgen de waterflessen voor de jongens ook. En we beleven de wedstrijd zeer spannend. Ben je ook fanatiek? Behoorlijk. Hoe uitzicht dat? Nou, door echt meeleven. En we hebben er nog een keer naast ons zitten. Een meneer Ron, die beleeft het nog iets spannender. En Ron van Mij? Ja, meneer. Ron van Mij, even voor de kijkers, verzorger, fysiotherapeut, hersteltrainer, ja, ook een fanatieke man. Die krijg u volgende week te horen, samen met de verzorger van tweede. We zitten nu even met Johan en Peter. Johan, hoe lang wil jij hier, nee, ja, andere vraag, hoeveel tijd ben je hier in een week mee kwijt? Hoeveel tijd? Ja, donderdagavond, de hele avond, man. En, ja, zaterdag ben ik hier meestal om 9 uur, 9:30 al. En ja, thuis met op de computer ook, hou ik ook alles bij eigenlijk. Dus ja, ik ben wel een aantal uurtjes bezig. Hoe gaat dat? Hebben de spelers en spelersgroep een speciale app? Zitten jullie daar ook in? Hoe werkt zoiets? Wij hebben eigenlijk een app van de staf, zeg maar. We als de spelersgroep hebben een eigen app. Daar zitten jullie ook in, of niet? Nee. Bewust niet? Dat denk ik. Ik weet het eigenlijk niet, maar ik denk het wel. Peter, je zei net al, je doet voor het eerste jaar. Hoe lang wil jij hier nog mee doorgaan? Nog zeker één seizoen. Nog zeker één seizoen? Dit seizoen dus? Dit seizoen zeker. Dames en heren, u hoort het. De stille krachten achter het elftal. Peter Kats en Johan van Wij. Zulke mensen hoor je niet vaak over wat ze nu precies doen. Maar we hopen u vanavond een beetje wegwijs gemaakt te hebben over de rol achter de schermen. Volgende week hebben we de medische staf gaan we interviewen. Die zijn bezig met een speciaal plan, een speciaal programma om de spelers topfit aan de wedstrijd te krijgen. Dus volgende week Dennis van Vliet, Otto van der Wijngaard en Ron van Mij. Aanstaande zaterdag nogmaals de eerste competitiewedstrijd tegen Sergius thuis. Aanvang van deze wedstrijd om 2:30 middags. Sporters TV zal u verslag brengen van deze wedstrijd middels Sporters TV via de website. En u kunt de wedstrijd live meebewegen. Ook hier in het clubhuis kunt u de wedstrijd komen volgen. Om het genot van een biertje en frisdrankje kunt u de wedstrijd zien. Nogmaals, bedankt u voor het kijken en tot Sporters.